Hoi, ik laat jullie vandaag een aantal lekkere Bugles vultips zien. En het leek me heel erg leuk om er een soort van ijsjes van te maken. Ik laat je zien hoe ik dat doe. Vroeger hield ik namelijk enorm van heel klein speelgoed en daarom kwam ik op dit idee. En ik vind het echt zo leuk, ik zou het echt meteen serveren als ik jarig was. Ik maak voor jullie 4 verschillende vultips. 1 zoete en 3 hartige. Bij de eerste vultip draait het allemaal om hazelnoten. Je ziet hier heel simpel chocoladepasta en chocoladebolletjes met een hazelnoot erin. Je vult hem, bolletje erop en klaar is je chocolade Bugles ijsje. De tweede vultip bestaat heel simpel uit groene pesto, een basilicumblaadje en een mini mozzarella bolletje. Het ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook nog eens ontzettend lekker. De derde vultip en mijn persoonlijke favoriet is deze smeerbare geitenkaas met mini champignons. De champignons heb ik een beetje opgebakken met wat peper en zijn echt super lekker in combinatie met Bugles. De laatste vultip is ook zo'n makkelijke en heel lekker. Ik heb hier wat pittige hummus met kleine cherry tomaatjes. Zo simpel als maar zijn kan en het ziet er echt heel leuk uit. Ik vind dit persoonlijk echt een ontzettende leuke vultip, want het oog wil namelijk ook wat en dit ziet er gewoon heel erg leuk uit. Echt perfect voor een verjaardag, maar ook voor lekker een vriendinnenavondje met een wijntje erbij. Ben je op zoek naar nog meer lekkere vultips met Bugles? Kijk dan even op bugles.nl. En als jij zelf een hele lekkere vultip hebt, deel hem dan met deze hashtag. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!